Goed. En hij zei, joh, ga ik het hebben hoe het met me gaat. Ik dacht, het is wel een maand geleden om het te doen. Dus ik dacht, ik ga het meer met je vertellen weer. En ik doe, probeer het ook elke maand te doen bijna. Maar soms heb ik gewoon echt niks te vertellen erover. Dus dan doe ik het ook vaak niet. Om te beginnen ga ik zeggen en dat het voor mij bijna Valentijnsdag is. Voor jullie natuurlijk is het al lang geweest. En ja, daar heb ik het niet veel over te zeggen. Gewoon dat ik het steeds in mijn leven vind, nog steeds. Dat is dat de persoon, ook dat plezier in hier of haar Insta. Maar goed. Het is gewoon zo, het is gewoon een vet leuk meisje. En dat is natuurlijk. Daar ga ik een interview over uitweiden dit keer, maar wel over andere dingen. Hoe we met elkaar en wat ik nu aan het doen ben en wat ik nu een beetje ben. En dat is niet een beetje. Ik begin met hier wonen in de keuken, steeds naar mijn zin. Eigenlijk wel. En het is lekker om hier te wonen, lekker rustig. En ik woon hier best wel best lang. Ik woon hier al 15 jaar, dus misschien weten. Misschien weet je dat niet. Maar weet je dat nu, 15 jaar hier woon. En dat ik het hier echt naar mijn zin heb. En, ja. Dus ik had sowieso een nieuw weetje. Ik ga niet zo over vertellen. Dat ik hier nog steeds woon. En dat ik die ergens nog in de binnenlijst alleen. Soms denk ik nu zo'n jong beetje kort dat ik dat anders had. Maar ik had zoveel energie. Dat ik dat niet eens doe. Dus ja. Ik zat echt wel aan te denken om wat anders te zoeken. Maar ik woon hier al zo lang. Ik woon hier zo prettig. Dus ja. Waarom niet? Waarom woon ik hier nog steeds? Lekker. Naar mijn zin. En ja, dat een beetje. En rust is er heel blij. En mijn Mac Mini is er blij mee. En ja, ik heb het weekend gehad eigenlijk. Dus ik heb een hele dag, avond, de hele week niet. Ik heb geen cousin aangeraakt. Dus vaak doe ik het ook wel. Maar ook vaak ook echt niet, moet ik zeggen. Dan, het is gewoon lekker om even niks aan te raken qua computers. Ook aan Mac dit en op al. En ja, ik vind het gewoon lekker om hier lekker aan het werk te zijn. Ik weet niet of ik voor mezelf eigenlijk een beetje veel. Waar ik het net leuk vind om te doen trouwens. En waar ik echt naar mijn zin heb eigenlijk om zoiets te doen. Lekker mezelf werken, ik kan niet. Iemand heeft me wel doen werken in game en je andere dag met je doen. Ik vond nee, dat ga ik nu niet doen, want daar heb ik het. Zo aardig naar mijn zin, ik moet niet op plek, om meer op plek thuis dan elders. Dus hoe ik van jongen eet, wil ik op mezelf werken. Ook heb ik niet te veel om er gewoon niet veel te doen eigenlijk. Dus ja, dat een beetje. Wat ik best wel fijn vind om hier te werken. Voor de rest gaat het echt heel erg lekker. Binnenkort krijg ik een nieuwe tillift, ik heb net goedkeuring gekregen. Of een tillift, dan krijg ik zo'n tillift. Schrijven kan, maar ook die met een voor- en achterkant kan schrijven. Die alle kanten op kan schrijven, maar de binnenkant naar de kamer kan schrijven. En dat is niet een latkamer. Ik kan niet te veel geld natuurlijk in een latkamer schrijven, dat doe ik ook niet. Dus, ja. Ik krijg een nieuwe douchebonker in het horen, want de oude douche die ik niet heb, door de andere dingen die ik van geleden. Dus ja, dan doen we ook weer nieuwe dingen daarover. En ja, voor het is gewoon lekker. Gewoon nu lekker maar gang gaan hier zo op mijn kamer. Gewoon lekker werken zoals altijd. Dus na het vier ben ik ook met mijn Mac. Om te zien dat het nu echt goed gaat met mijn Mac. Dus ik ben aan iMovie, maar dat is me veel aangewend aan iMovie. Dat ik gewoon een ander programma mee kan werken eigenlijk. Ik weet niet heel veel over mijn moeder, maar het komt er wel op een keertje. Ik vind ook niet de video's van andere mensen die video's maken erover. Ja, dat een beetje hoor. Het is gewoon lekker rustig aan vandaag. Deze maanden nog. En in mei pas, bovendien moet ik even kijken.
op een paar weken ga ik naar Frankje. Ik denk dat dat doorgaat, ik weet niet zeker omdat het weer vooruit is gewerkt. Weet ik niet of dat nog doorgaat. Aangezien het nu eind januari is, weet ik niet of dat nog zo is. En ja. Waarom maak ik nog steeds vooruit is vanwege dat ik gewoon lekker goed bekend wil hebben. Alles is als ik ergens ziek moet of zoiets. Dat ik gewoon weg kan van de problemen. Zoveel dus kan maken dat we gewoon bij elkaar staan online. En het gewoon dat van mij komt eigenlijk. Met mijn doel altijd van tevoren in plannende video's. En ik blijf nu tot het mei moet je nagaan. En voor mensen maken een lijstje dat ik eigenlijk ook moet doen. Maar ja, ik maak geen lijstje dat het in mijn hoofd moet dat ik lust heb om te doen. Om van te maken. Ik denk van joh, dat spreek goed aan de vorige keer of dit. Dat ik allemaal doe, dat ik allemaal naar me ga, dat ik allemaal goed aan. Elke maand ben ik wel, dus hoe moet ik dat doen? Weet je, dat ga ik nu ook weer doen, dus vandaar. Ik denk van joh, weet je, en ik weet niet hoe ik aangenomen ben, maar nog een keer vanwege. Dat ga ik een keertje doen, ooit een keer. Dus ja. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zo ja, tik even een dikke vette duim omhoog. Vergeet niet om te abonneren als je nieuw bent. Dan zie ik je elke zaterdag op mijn video. En een video in de ochtend. En dan zeg ik met allemaal tot de volgende.